Dat is iets bijzonders. Dat is alleen eerder vertoond in 2018 in het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. De Colorfield Performance is een steeds terugkerend kunstfenomeen op verschillende locaties in Nederland. Het wordt georganiseerd door Dirk Hatze Kunstwerken uit Sneek. Op zoek naar een nieuwe locatie kwam Hatze uit op Landschapspark Lingenzegen in Elst. Het project heet de Colorfield Performance. Het zijn 500 panelen van 1,22 bij 1,22, dus in centimeters gemeten. Iedere dag, behalve maandag en dinsdag, komen hier 6 tot 7 kunstenaars voorbij. Die maken hun eigen kunstwerk. En de enige restrictie die erbij geldt, is dat ze geen zwart mogen gebruiken. Verder is alles vrij. En het gaat hier echt om kleur. Nee, het is geen beperking om zonder zwart te werken. Ik heb ooit op de Rietveld gezeten en dan mocht je nooit met zwart schilderen. Dus dat was voor mij niet onbekend. Je mocht wel een donkere kleur maken met bruin en blauw, maar echt zwart, dat mocht dus nooit. De kunstenaars hoeven niet zelf voor de verf te zorgen. Nee, die zijn gewoon van hier. Je neemt wel je eigen speciale kleuren mee, omdat die waarschijnlijk er niet zullen zijn. Dus ik heb wel wat bij me, maar het meeste is gewoon hier. Er komen ongeveer 450 kunstenaars uit maar liefst 20 verschillende landen. Onder andere in Nederland zijn er verzamelwebsites voor kunstenaars waar een hele hoop mensen naar kijken die echt geïnteresseerd zijn en ook wat in de melk te brokkelen hebben. Daar selecteren we mensen van, die nodigen we uit. En ze komen ook heel vaak zelf ook spontaan langs om te vragen of ze mee mogen doen. Want het spreekt zich natuurlijk snel rond. Het is iets bijzonders. Het idee voor zo'n schilderij, hoe pak je dat aan? Nou, kijk, het is behoorlijk bekend ook dat ik een hele hoop dingen op muziek doe. En zozeer dat ik muziek verbeeld. Ik zie kleuren als ik klanken hoor. Dat heet synesthesie, kun je niks te doen. Ben je mee geboren, komt aanwaaien, zeg ik altijd maar. Nee, ik begon gewoon eerst met de achtergrond kleur te schilderen. Ik krijg een soort wolkenachtige omgeving. En ik heb altijd wat tekeningen en schetsen zo bij me. Dus ging eens kijken wat daar dan wel op kon. Nou, dus dit is geworden. Aan het einde van het project blijven de schilderijen behouden. Als dit project is afgelopen, gaan de schilderijen die gaan naar de kopers toe. Het is mogelijk om hier ter plekke een schilderij te kopen. En wat niet verkocht is, blijft eigendom van de kunstenaar. En dat wordt de eerste week in oktober opgehaald of we brengen het terug. Dus alles verdwijnt weer. En ik ben ook benieuwd wat we, als het vol is, zijn het 500 schilderijen. Dat is natuurlijk best wel een zeer imposante gebeurtenis als dat hier allemaal staat. Maar het kan best zijn dat het nog ook wat groter wordt. Dat durf ik nog niet te zeggen. Ze zullen het allemaal zien gewoon. Het project duurt van 15 april tot 30 september. RN7 zal het blijven volgen.